Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20 met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Link Faces of Evil. In de vorige aflevering hebben we weer een baas verslagen en offscreen ben ik heel eventjes een paar Firestones gehaald en heb ik gelijk eventjes de Water of Life gevuld. Goed, naar deze aflevering gaan we dus met Militron beginnen en dan zien we wel hoe dat verder gaat lopen. En we komen gelijk bij onze enge vent. Look how Militron makes his warriors. Worthless Caridian. You must be hardened with fire! Go and kill! Go and kill! Dat klinkt nogal een beetje duister. En dankjewel voor me gelijk te raken, daar ben ik niet echt een liefhebber van. Oké, nou, dus we hebben hier ook weer dat we omhoog moeten gaan klimmen. En dat we dus weer van die stomme beesten hebben. Oké, prima. En vallende stenen waar we dus ook weer voor op moeten letten. En dan word ik weer geraakt. Damn, dit is irritant. Weet je wat, ik ga gewoon klimmen. Klimmen. Oh, dory. Hier heb ik de powerclub voor nodig. Powerclub. Boom. Waarom heeft dat... Maakt niet uit. We gaan gewoon door. Oké, dus daar hebben we die beesten die ze dus maken. En één hit en ze zijn... Ze is eigenlijk gewoon een vervanging van die lizards. Laten we het daarop houden. Oké, nou, we hebben hier spinnen. Die hebben we ook nog niet gezien. Die zullen natuurlijk irritant zijn, omdat we daarvoor een gebuk moeten slaan. Krijg er ook gelijk 10 rubies voor. En wil je mijn hoofd er niet afbijten, dan zou ik heel erg op prijs stellen. Fijn. Goed, nou, eerst jou. En dan komt de kei eraan. En jou slaan we ook gelijk naar de sodomieten toe. Oké, nou. Willen jullie stoppen met spawnen? Ik probeer hier gewoon eventjes naar de volgende kamer toe te lopen. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met een, ja... hele slechte... Het lijkt wel alsof dat de Legend of Zelda en Mario eigenlijk wouden gaan combineren, weet je. Je moet van A naar B lopen. En ik weet het, kan niet heel erg lui zijn door gewoon te zeggen van, weet je wat, ik gebruik gewoon de touwtjes. Maar laten we gewoon het spel spelen zoals dat het eigenlijk bedoeld was om te spelen. Aangezien dat, nogmaals, het is toch best een vrij kort spel. Ik denk zelfs dat het nog korter is dan de Legend of Zelda 2 van de NES. Dus, en die was al behoorlijk kort. Als je weet waar je naartoe moet. Maar goed. Oké, nou, en dan gaan we hier omhoog. En dan komt weer zo'n draak. En raakt hij mij? Ja, want ik kon niet op tijd springen. Damn. Oké, nou. Hoi. Oh, nee. Ik werd omsingeld. Ik kon er niks meer aan doen. Oké, nou. Dit zijn Darknuts. Darknuts die kun je dus zeg maar alleen maar raken als je gebukt staat. En ze vinden het nogal leuk om die er heel erg veel in te gooien. En hier is het wel handig om zo'n touwtje eventjes te gebruiken. En geloof het of niet, dit weet ik nog. Dit is een deur. Je moet het maar weten. Feel the fire of war! Oké. Nou, go and kill! En ik wist dat er zo'n beest zou komen. Goed, wat je hier wilt doen is, er zit hier dus zeg maar weer zo'n baas die we dus moeten verslaan. En dit vind ik persoonlijk een van de moeilijkste bazen die dus zeg maar in dit spel voorkomen. Je hebt sowieso die rare beesten die dus... Ja. Je hebt dus zeg maar van die rare beesten die dus constant naar beneden komen. Dus je wil wachten tot die beesten zeg maar stoppen met spawnen. Dus dat kan heel eventjes duren. Nog eentje. Want hieronder zit dus de baas en je kunt dus niet zien waar dat die baas zich precies bevindt. Dus... Oké, dat waren ze zo te zien. Mooi. Oké, we zitten goed. Je wil hier je schietability wel voor hebben. Hebben we hem? Oh my goodness, this is awful! Dat was behoorlijk grappig. Ik had niks aan doen, dat was behoorlijk grappig. Nou, we hadden ons Water of Life dus niet echt nodig, maar ik ben toch wel blij dat ik die even gebruikt heb voor, ja... Just in case, want dat beest dat nam in één keer twee hard schade. Maar goed, we hebben dus de Winged Helmet, wat ervoor zorgt dat we dus grotere sprongen kunnen maken. En dan kunnen we dus ook naar Gladko. Maar ja, we hebben ook nog sowieso de quest te doen in de Fortress Centrum. Maar het eerste wat we gaan doen is een hele fijne upgrade te gaan halen in Shipwreck Ship. Shipwreck Cliff. Daar. Hier kunnen we een hele handige upgrade halen. En die kun je alleen maar halen als je dus de Winged Helmet hebt. En natuurlijk word ik gelijk weer geraakt door die eikel daarboven. En kennen we hierin? Locked. Oh, we moeten dus weer een sleutel vinden. Oké, nou. Hopelijk kunnen we die hier vinden. Hi. Oh, op het moment dat ik ga lopen ga je gooien. Heel gemeen.
Echt, dat is weer typisch zoiets van... Oh, jij gaat stilstaan om mijn projectielen te ontwijken? Prima, dan doe ik net alsof dat ik er gooien. Maakt niet uit. Sleuteltje. Dodging skills. Jij kan mij niet raken, jongetje. Ik ben daar too prone aan maar zitten. Ah, maakt niet uit. Goed, gaan we hier naar binnen. Oh mijn god, er staat weer zo'n eng mens. My hero! Won't you please jump across that little chasm and cut my daddy's chains? Pretty please, have a heart. En daar kreeg ik een extra heart voor. Oh, toen zij dus zei, have a heart, heeft zij... Wegwezen hier. Nou komen we dus hier aan. Bij de plek waar je dus zeg maar de Winged Helmet nodig hebt. Winged Helmet gebruikt ook rubies voor het gebruik. Dus we hebben nou 241, 242, 243 rubies. En wat je wil doen is, je wil dus zeg maar hem gebruiken. En dan zie je dus zeg maar dat je rubies gebruikt. Volgens mij gebruikt deze ook maar 5 rubies, dus niet echt heel erg duur. Maar het is wel erg handig om moeilijke sprongen te maken zoals die. Want die zijn dus met gewone sprongen niet te halen. Goed. Komen we hier beneden aan? Please, Link, jump and cut these chains. The Arpagus are driving me crazy. Lijkt wel alsof dat hij aan het dansen is. Okay. Thanks. Say, you have a fire diamond, don't you? Sure. Then let me fix your sword. Let's see how it works. Wow! Wow! Oké, dus we worden automatisch geheeld. En nou is dus ons zwaard helemaal 100% geüpgrade. Dat wil zeggen, op het moment dat we zelf schade nemen, tot ons zwaard nog steeds kan schieten. Dus we kunnen nu onbeperkt schieten, maakt niet uit of we schade hebben of niet. En dan kunnen we ook nog eens een keer naar Loop B. Maar laten we nou maar eerst eens heel eventjes zorgen tot... Millitron, die hebben we nou gehad. Laten we dan maar eens eerst eventjes naar de Fortress Centrum gaan, omdat we daar nog niet geweest zijn. En aangezien dat we daar dus ook nog een sidequest te doen hadden, blijkbaar iets, weet ik veel. Goed. Biggest crab I've ever caught. Oké. Hier willen we bommen gebruiken, dat weet ik zeker. Hier komen heel veel van die gekke beesten tevoorschijn. En je ziet het, bommen die verslaan ze gewoon. Wil je me niet zo achtervolgen? Sheesh. Nou, zoals je dus ziet... Oké, ik werd geraakt, maar dat maakt niet uit, want ik kan onbeperkt schieten. Hahaha. Oké, zoals je dus ziet, zeg maar, bommen die zijn ook heel erg handig tegen coma's te gebruiken. En coma's op zich, normaal gesproken, kon je ze niet verslaan met het zwaard. Tot je pijlen nodig had, hier hebben ze het gezegd van, we hebben bommen nodig. En ik moet zeggen dat de coma op zich er best wel interessant uitziet. Dat was eng. Dat was heel eng. Sterf. Nee. Ik ga niet dood voordat ik die deur heb gehaald. Ik ga niet dood voordat ik die deur heb gehaald. Ik ga niet dood voordat ik die deur heb gehaald. Ik ga niet dood voordat ik... Ik ga dit overleven, jongens. Ik ga dit overleven. Er vallen daar ook nog eens een keer stenen. Er vallen daar ook nog een keer stenen. Oké. Wegblijven, guy. Oké. Spring. Spring. Erin. Oké. Ik heb veilig door. Ik heb veiliger geraakt worden. Dat zijn een hoop wallmasters. Maar ja, weer veel rubies. Niet dat we echt nog rubies nodig hebben. Aangezien dat we al over de 200 rubies zitten. En ongetwijfeld veel bommen zouden kunnen halen. Maar... Oké. Misschien ligt het aan mij, maar dat ziet er heel erg fout uit. Sterf. Oké, kun je ook even sterven? Sterf. Je ziet er te fout uit voor woorden. Sorry, dan moet je sterven. Oké, nou laten we heel eventjes hier onze ropes gebruiken. Ik zie dat ik ook weer bommen nodig heb. En... Oh! Ik heb nog maar 7 bommen, dus dadelijk heel eventjes langs de shop om heel eventjes onze bommen supplies bij te vullen. En boom! Dank u. Oké, nou. Hard! Paas erop, paas erop. Ik zie al een deur, dus dat is de volgende checkpoint. Oké, ik zie nou niks. Daar ben ik niet echt blij om. Eerst deze deur. Heb ik Water of Life? Nee, die heb ik gebruikt bij die Supertron geval. En oh, kijk, een sleutel.
Oké, okay, zal over die deur zijn. Oké. Okay. En nou? Oh. Ik wou een bom gooien en wat doe ik? Ik ga weer die deur door. Ah, daarom werkt dit niet. Oké, okay, bommetje. Zo, 3 met de klap van 1. Dat is alleen maar fijn. Maar ook nog eens een keer van die vliegbeesten, hè? Tuurlijk. In de ru... Oeh, dat... Dat waterflesje raken, dat vult ook nog eens een keertje gewoon mijn eigen flesje, dus... Pap, ik ben onsterfelijk. Ik ben onsterfelijk. Heer, ik sterf allemaal. Het enige nadeel is dat ik niet kan schieten als ik in de buurt ben van dat ding, dus... Jezus, hoeveel van die gekke beesten willen hier wel niet spawnen? Oké, vol leven. Wegwezen hier. Spookhotel. Jakkes. Goed. Blijf jij die kant op lopen? Mooi. Kom eens kijken wat er in die andere deur zit. Oh, die muziek, die is echt catchy. Oh, waarom moet dit nou zo'n slecht spel zijn en moet de muziek toch awesome zijn? Echt, die muziek die is geweldig. Oké. En nou? Zelda! Dat was makkelijk. Ik wist niet dat we nou al het spel... Hadden we... Ik dacht dat dit een sidequest was, maar blijkbaar is dit geen sidequest. Oké. Okay. Hey Zelda, wake up! What? Link? You've saved me! Hebben we jou al niet verslagen? En ik maar denk dat we jou al verslagen hadden. You can't kill me! No! 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 Oké, blijkbaar had je een tweelingbroer. Ik weet het ook niet. Maar goed, wat is dit? Crystal of Reflection. Oh, wacht. Dit was degene dat we daar naartoe... Ik heb het niet opgeschreven, maar dat maakt niet uit. Ganon's Lair? Nou, ik neem aan dat we daar nog niet naartoe kunnen. Dus we moeten nou eerst heel eventjes langs de Sirigon Caves. Omdat daar iets te halen is, blijkbaar, wat we dus nodig hebben. Want daar had dat enge wijf het net over dat we hier toen al tegen zijn gekomen. Fast forward, alsjeblieft. Oké, hier zijn we dan. We hebben hier kristal. This shield both sword and spear deflects, but cannot stop the vilest curse. This crystal makes the shield reflect, cursing the cursor with twice the curse, but cannot stop the vilest curse. This crystal makes the shield reflect, cursing the cursor with twice the curse, but cannot stop the vilest curse. This crystal makes the shield reflect, cursing the cursor with twice the curse. Dat zijn een heleboel curses. Maar goed, ons schild is dus geüpgrade, waardoor dat we dus nou een reflect schild hebben. Blijkbaar. Oké, dus we kunnen nou nog naar Gladko toe gaan en we kunnen nog naar Lupe gaan. Inie, mini, mini, mo. Catch the tiger by the toe. Inie, mini, let it go. La. Ik denk dat we dat voor volgende week gaan bewaren. Dus jongens, ja. Heb je een item wat je totaal vindt wat waardeloos is... In een spel, laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Ik ga er namelijk niet vanuit dat jullie het leukste moment hebben in deze aflevering. Aangezien dat dit zo'n crappy game is. Al moet ik zeggen dat de muziek gewoon awesome is. Voor de rest, ja, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop jullie dan de volgende week zaterdag weer te zien bij de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda CDI. En ja, tot dan. Dus morgen verder met Pokémon. En ik zie jullie dan wel. Dus bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei! Hoi, staan we aan? Ja, we staan aan. Heel eventjes over morgen. Ja, Pokémon die is nog niet opgenomen en mijn stem die is er op het moment mee aan het uitscheiden. Dus ik weet niet zeker of er morgen überhaupt wel een Pokémon gaat komen omdat ik zo geen Let's Play kan inspreken. Dus ik post een update daarover op Facebook en Twitter natuurlijk, maar ik denk niet dat het hem gaat worden. Dus sorry hiervoor. In ieder geval, tot snel. Ik... Hou jullie wel op de hoogte via Facebook en Twitter hoe dat met mijn stem gaat. Dus bedankt alvast voor het begrip. Doei! Jezus. Oh my goodness, this is awful!